Welkom, dit is ALO TV met deze week een voorbeschouwing op de wedstrijd tegen FC Groningen. Een kijkje in de keuken van onze fysiotherapeut. En natuurlijk stellen ook de ADO Kids deze week weer vragen. Maar eerst praten we met Cor Lems over de documentaire De Kerstboom van Co. Er wordt hard gewerkt aan de tweede documentaire van het seizoen, De Kerstboom van Co. En zoals de titel al doet vermoeden, staat in deze docu het kerstboomsysteem van de toenmalige trainer Co Adriaanse centraal. Tijdens de opnames in Kijkduin sprak ADO TV met oudspeler Cor Lems over het ontstaan van het systeem. Ja, het was voor de trainer zelf ook nieuw. Het was ontstaan na een paar wedstrijden, noodgedwongen was ontstaan. En we stonden 3-0 achter. We verloren die wedstrijd met 3-2, maar we kregen zoveel kansen en zoveel mogelijkheden dat we dat systeem, dat we naar de trainer zijn gegaan, laten we dit systeem blijven spelen. Dan komt het wel goed. Wat was uw rol in dat systeem? De man die het signaal gaf van dat er gejaagd moest worden. En ook momenten dat... Ik was ook een speler die veel aanwezig was, met vocaal aanwezig was. En ook iedere speler wakker hield. Ja, als ik het niet meedeed, dan speelden sommigen 20-30% minder. Omdat ze niet wakker gehouden werden. Je hoort nu veel... We missen een type Cor Lems. Kunt u dat begrijpen? Ja, het is nu al de derde keer in 3 weken achter elkaar dat ik deze vraag krijg. En het is moeilijk om over jezelf te praten. Maar sommigen zeggen dat ik goed kon voetballen. En de meesten denken dat ik alleen maar met kaarten bezig was. En dat ik een vieze speler was en zo. Maar je hoort nu van heel veel mensen dat ik heel goed kon voetballen. Dat vond ik van mezelf ook. Ik was echt een complete speler. Net wat de Co-Adriaan zei, ik kon heel goed koppen ook. En ik had een paas, ik had een slijding. Als ik een slijding nam, dan schoot ik hem niet over de lijn heen. Maar dan sleepte ik hem terug en dan hield ik hem in balbezit. Dus soort dingen en zo. En die zie je bijna niet meer op de Nederlandse velden. Hoogtepunt in die periode, wellicht de promotie naar de Eredivisie? Nee, dat vond ik niet het hoogtepunt. Ik vond meer de hoogtepunten waren enkele wedstrijden in de Eredivisie. Dat je met 3-0 van PSV won. Gewoon dat je ze gewoon kansloos wegspeelde. En natuurlijk is het wel leuk om te promoveren naar de Eredivisie. Maar ik vond bepaalde wedstrijden in de Eredivisie vond ik leuker dan de promotie. Wat is er nog één wedstrijd? PSV is een hoogtepunt geweest, thuis 3-0. Ja, het was natuurlijk sowieso wel leuk. Omdat ik die zomer met de PSV, dat ik eventueel naar PSV zou gaan. En de trainer daar toen de tijd, Hiddink en Doyer. Die had ik nog meegemaakt bij DSNRC, dat was mijn trainer. En die belde mij op in de zomer van, we willen je er graag bij hebben, wat vind je ervan? Dus, ik zei, als PSV aanklopt, dan zeg je natuurlijk altijd ja. En er zit dus een of andere reden niet doorgegaan. Dat heb ik nu gehoord, hoe het verhaal in elkaar zit. En na afloop kwam ik Doyer tegen. Ik zeg, lekker hè, 3-0. Ik zeg, had je mij maar moeten nemen. Ja, dan moet je bij het bestuur zijn, maar ja. Het voelde wel even lekker, die overwinning. Een soort revanchegevoelens tegen PSV? Nee, dat niet eens. Maar het was sowieso lekker natuurlijk om van PSV te winnen. En het was natuurlijk een elftal wat net de Europa Cup gewonnen had. Dus het was wel aardige ploeg. De Kerstboom van Co. zal rond de kerstdagen op Fox in première gaan. Henk Vreese, aanstaande zondag, Groningen uit, middenmotor, staan achtste. Wat voor ploeg is FC Groningen? Als je kijkt met name naar de mogelijkheden die ze voorin hebben. Ze hebben natuurlijk 6 spelers die gewoon... De laatste wedstrijd stonden volgens mij Mahi, Hoessen en Linssen zaten op de bank. Dus dat betekent dat automatisch De Leeuw, Antonia en Roesnak spelen. Nou, dat geeft wel iets aan over de kracht van een elftal. Voor de rest hebben ze natuurlijk al jarenlang een ploeg die gewoon heel stabiel is. En steeds rond die 8e, 9e plek en zelfs soms hoger kan spelen. Nou, dat is iets waar wij heel graag naartoe willen. Dus we hebben nog wel wat stapjes te maken. Dus een ploeg wat voor ons wel weer een uitdaging is. Dat hebben we de laatste 5 wedstrijden en Groningen uit, is dat zeker.
het spel van je eigen ploeg de afgelopen weken. Komt dat steeds meer in de buurt van jou, wat wenselijk is voor jou? Nou, ik moet zeggen, kijk, en dat begrijp ik ook wel. Heel veel mensen die gaan het voetbal koppelen aan de resultaten. Ja, dat doen wij niet. De eerste twee wedstrijden gingen zo goed. Maar vond ik niet dat wij tegen PSV heel goed voetbalden. Ik vond dat we wel strijd leverden en in de wedstrijd bleven. Tegen Twente zelfs. Het eerste kwartier was voor Twente, voetballend gezien. Nou, we zien ook allemaal waar Twente nu op dit moment staan. Dus ik laat me niet zo gauw gek maken door het resultaat. Ik vond al dat we wedstrijden lang al bij heel veel grote fases goed voetbal speelden. Alleen als je een goal maakt, en dat is een paar keer gebeurd, je komt op voorsprong tegen Excelsior zelfs 3 keer. En je weet die niet te behouden, dan ben je altijd gauw geneigd om dat voetbal te vergeten. Maar ik vind het voetbal in grote gedeeltes van de wedstrijden die we tot nu toe hebben gehad, hier en daar wat uitzonderingen, vind ik dat we in al die wedstrijden, en dat geven de uitslagen ook wel aan, we zijn door niemand echt weggespeeld. Sterker nog, ik denk dat een aantal wedstrijden wel hadden moeten winnen. Ik denk dat we op zijn minst 4 punten meer hadden moeten hebben. En 7 was heel goed mogelijk geweest. Maar 4 was reëel. En 4 komen we nu net tekort om gewoon vooral te zeggen van nou, ik denk dat we bij Vlagen aardig gevoetbald hebben. Eduard De Plan, komen we terug van een schorsing. Ben je ook van plan om zaterdag of zondag in de basisopstelling te laten meedoen? Nou ja, kijk, Edu die is natuurlijk los van zijn kwaliteit. Heeft hij laten zien middels de cijfers, de statistieken, is de man met de meeste assisten. Dus dat heeft hij mee. Maar ook nog eens de ervaring. Dus wat dat betreft is het natuurlijk een speler die heel belangrijk is voor het team. En dus de kans is wel redelijk groot dat hij weer gaat starten zondag. Ik ben Edwin Coret. Ik ben sportfysiotherapeut bij ADO Den Haag. Dit is het 13e seizoen dat ik dat doe. Ik ben begonnen in het jaar dat Rinus en Lex kampioen zijn geworden. En ik hoop het nog heel veel jaar te kunnen doen. De functie die ik heb staat op papier voor een fulltime functie. En ja, je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Ik betrap mezelf erop dat het vaak 7 dagen in de week is. Geen hele dagen gelukkig, maar wel 7 dagen in de week dat je voor de club bezig bent. Met als hoogtepunt de wedstrijden in het weekend. En dat vergoedt eigenlijk alles. Wat je vaak hoort is dat je als fysiotherapeut een vertrouwensman van de spelers bent. Ik denk ook dat dat zo is. Of niet, ik denk dat het zo is. Dat is ook zo. Er zijn zat momenten waarop een speler dingen vertelt. Die niet voor de krant zijn of niet voor de trainer zijn. Maar waar die wel mee zit of die wel even kwijt wil. Dus dat is, op zulke momenten ben je ook een klankbord. Zelf zie ik mezelf meer als een sparringpartner van de spelers. Ook in de zin van hoe ga ik met een blessure om? Hoe breng ik de blessure naar buiten? Is het verstandig om er wat over te zeggen? Of is het juist verstandig om deze blessure klein te houden of intern te houden? Wat natuurlijk ook mooi is aan het werk is dat je hebt het resultaat in je handen. In die zin dat bijvoorbeeld een week aan het werk met een geblesseerde speler en die zie je dan ook weer in het weekend spelen. Bij mijn vorige werkgever, dan werkte ik in een sportfysiotherapiepraktijk. Dan behandel je iemand, dan zag je hem een paar dagen niet en dan ging hij voetballen en dan las ik het in de krant. Dan vond ik het ook leuk. Maar nu heb je echt het gevoel dat je het in de hand hebt. Je kunt elke dag, zolang als je wil, met het revalidatietraject bezig zijn. En het resultaat zie je in het weekend. Dat maakt het hartstikke leuk. En jawel hoor, daar is hij weer. Stel je vraag. Hierin stellen kinderen via video een vraag aan een speler van ADO Den Haag. Hallo, ik ben Nikita. Mijn vraag is aan Aaron Meijers. Wat is de beste goal die je ooit gemaakt hebt? Hallo Nikita, leuke vraag. Wel een lastige vraag, want ik heb vrij veel gemaakt natuurlijk. Dus moet ik even goed nadenken. Ik denk dat ik toch wel uitkom bij NAC uit. Wedstrijd. Ik weet nog heel goed dat Mitchell heel graag de bal wilde hebben. Maar dat ik besloot om met mijn verkeerde been, mijn rechterbeen, op doel te schieten. En die belandde toch wel vrij mooi in het doel. Dus ik denk dat dat wel mijn mooiste was.
Hoi, mijn naam is Jaden en ik heb een vraag voor Danny Bakker. Wat doen jullie voor de wedstrijd? Dag Jaden, dat is een hele leuke vraag. Die is eigenlijk wel makkelijk te beantwoorden. Wij gaan met z'n allen om 3 uur van tevoren verzamelen bij de Van de Valkertal. Gaan we eten. En er staat een hele buffet klaar. Daarna gaan we naar het stadion, hebben een bespreking. En dan gaan we naar de gym, wat behandelen. En ook nog op de bank bij de fysio nog liggen. Met name als mijn Aaron Meijers, die ligt daar heel vaak. En laten we behandelen, tapen. Gaan naar buiten, doen een warming-up. En dan applaudisseren voor het publiek natuurlijk. Gaan we naar binnen. En dan gaan we naar buiten om de wedstrijd te spelen. Ik ben Lana. En ik ben Kaby. Ik ben Damanja. En ik ben Suus. Mijn vraag is aan Henk Vrezer. Wie gaat de meeste doelpunten maken dit jaar? Oké, hallo meiden. Nou, ik en mijn staf, we zijn er eigenlijk van overtuigd dat er maar één antwoord is op deze vraag. En dat is dat Mike Havenaar de meeste doelpunten zal scoren dit seizoen van al onze spelers. En wij doen met z'n allen onze best om hem ook heel veel in die positie te brengen. Nou, dat waren weer hele leuke vragen hoor. Wil jij nou ook een vraag stellen? Zoek dan het ADO TV-bord op bij een thuiswedstrijd van ADO Den Haag. En dit was ADO TV voor deze week. Zondag speelt ADO Den Haag uit tegen FC Groningen. En daarom sluiten we weer af met 5 goals uit eerdere duels. Tot volgende week. Den Oude voor de goal. En Stroeve krijgt een duwtje van Elschot en is dus uitgeschakeld. Maar de aanval nog niet afgeslagen. Polak. En de kopbal en de goal van Geert Den Oude. Die daar heel dicht voor Roorda ongedekt staat. En hij was niet de enige. Santi Kolk, ja, dan zit ook alles mee. Kolk dan met de beslissing, nog altijd. En hij maakt het dan helemaal af. Misschien ADO naar 5-2. 4-5 counters waren niet besteed aan in de spitsen. Maar Kolk met een individuele actie. En Van Duinen, zie je eerder bij de ballen zijn kwak lopen. Dat is hij. Nou ja, daar is Immers helemaal vrij. Mooie goal. Ik wilde haast zeggen dat het een kansloze voorzet was. Maar Immers komt voor alles en iedereen van Groningen langs. En de Groningen fans leiden muzikaal het haastkwartiertje in. Sherry, goed overstapje. En dit is 2-1, toch? Jansen. En deze valt wel erg makkelijk. Want die pakt punten. Of Meijers. Oh, alsnog! Alsnog valt hij binnen. En het is denk ik Houtkoop die bal nog van richting verandert. Het schot van Meijers